Op 1 april was er een vrolijke paasgroet georganiseerd voor de bewoners van het woonzorgcentrum De Paasberg. De bewoners konden genieten van lekkere hapjes en van live muziek. Tot slot werden er paaspakketjes uitgedeeld, afkomstig van de Riki Stichting. De stichting die tot doel heeft het organiseren en financieren van projecten die zich richten op het verbeteren van het welbevinden van kwetsbare groepen in de samenleving. In de paaspakketjes zaten allerlei lekkernijen voor de bewoners.